toevallige omstandigheden. Het is een uitschieter gebleken. Jammer. Dit is inmiddels Martin Feigenwinter en hier is Jiří Kinzel. De 19-jarige Zwitser, de tweede van zijn land, tegen de 27-jarige Kinzel uit Tsjechoslowakije, de nummer 1 van zijn land. Nationaal recordhouder is die Kinzel op alle normale afstanden, alle klassieke afstanden. Een eenzame man in zijn land. Feigenwinter moet dan altijd nog een beetje opereren in de schaduw van Notker Ledergerber. En dankzij starten hier alleen maar aan het feit dat die Ledergerber ziek is. Maar dit zijn ook mannen natuurlijk die nu nog 1500 meter rijden en dan gedag zeggen tegen het publiek. Kinzel staat 33ste, Feigenwinter 36ste in het klassement na de eerste dag. Ondanks die schitterend hooggelegen baan Davos in Zwitserland is het de Zwitsers ook nooit gelukt om een aantal goede schaatsers op de been te brengen. En dat is jammer. Kinzel neemt meteen een flinke voorsprong, 27-4 voor de Tsjech. Een van de langzaamste openingen die we tot nu toe gehad hebben. Een 1500 meter rijden met twee armen op je rug, dat is ook niet gebruikelijk. En dat zijn dingen die gewoon afgeleerd moeten worden. Je hebt je ene arm nodig om het bewegingsritme omhoog te houden. ...59-3 voor Kinzel op 700 meter. Ja, dat is dus een hele, hele magere tijd. En dat in de wetenschap dat hij met zijn nationale Tsjechische record ooit 1.58.44 heeft gereden. Feigenwinter is nog nooit sneller geweest dan 2.046. Maar zelfs dat zal hij nu niet halen. En 32-7 voor Kinzel. En dan praten we dus echt over hele, hele, hele magere tijden. 206 of daaromtrent, misschien nog wel langzamer. Inderdaad, 2-0-6-52 voor de Tsjechische kampioen Jiří Kinzel. En Martin Feigenwinter, Zwitserlands nummer 2 in 2-12-59. De heren worden bedankt en kunnen naar huis. Vier man af, twee paren dus. Terwijl je het puntentotaal van Kinzel heeft voor de statistici onder u. David Silk krijgen we nog tegen Philip Tamintjes zometeen.